Yo, mensen, wij zijn de Terror Squad. En welkom bij onze tweede Q&A. Tweede. Yes mensen, daar zijn we dan weer. Het is weer donderdag in jouw vakantie. Lekker om 4 uur. Waarschijnlijk is het mooi weer. Misschien is het ook geen mooi weer. Maakt niet uit. Jullie hebben ons vragen gesteld en die gaan wij nu beantwoorden. India Pindia vraagt, als je één dag een vrouw mag zijn, wie zou je dan willen zijn? Ik denk Shakira of zo. Die is wel lekker. Susanne Heida vraagt, wanneer komen jullie weer eens naar Friesland? Ik hou niet van Friesland. Dagmar Haarhuis vraagt, wat is jullie lievelingseten? KFC, denk ik. Ja, we eten altijd KFC. Ramo Giordani vraagt, wat is de leukste video die jullie tot nu toe hebben gemaakt? Nou, ik denk dan toch wel de opnames met Stuk TV, want daar zat Lente in een bubbelbad. Jobbert vraagt, bang bang of gang bang? Dat wil ik zeggen. Jobbert vraagt, bang bang of gang gang? Gang bang. Renske vraagt, waarom zijn jullie begonnen met YouTube? Nou, we doen eigenlijk alles voor het geld. GCAP vraagt, hoe was het om met Guus Span te werken? Wie is Guus? Ilona Kiewiet vraagt, waarom heten jullie Terror Squad? Het komt omdat we ooit met z'n vieren waren en toen waren we echt zeg maar dat vervelende groepje in de klas. En toen gingen we altijd propjes gooien op de leraar en dat was hartstikke kinderachtig. Toen maakten we een WhatsApp groep aan en die noemden we de Terror Squad. En toen dachten we, oh, we gaan YouTube filmpjes maken, dus maken we een YouTube kanaal aan. En die noemden we ook de Terror Squad, want dat was gelijk namelijk een naam van de WhatsApp groep. Toen gingen we filmpjes maken en nu werden we heel groot en nu zijn we fucking beroemd. Terror Squad, let's go. Dat was echt totaal nodig. DaniBoy1221 vraagt, welke camera hebben jullie? Jullie zijn lijp. Dankjewel Dani dat je ons lijp vindt, maar wij hebben een Nikon 51D105. Levi vraagt, pinda of kaas? Bier. Yara0507 vraagt, liever een Fiat 500 of een Renault Twingo? Renault Twingo! Twingo jongen, ik heb zelf een Twingo, coole auto. Ja, dat was echt heel jammer. Sander Post 30 vraagt, op welke plek hebben jullie allemaal seks gehad? Nou, Sandertje, dat wil je echt niet weten. Nee, dat wil je echt niet weten, nee. Louis Sleesegan vraagt, wat is je favoriete Pokémon? Pikachu. DD Groot vraagt, is het bami-soep of noedelsoep? Wat vindt u? Bami-soep. Bami-soep. Pascal Psycho vraagt, geef je oprechte mening over Pokémon? Nou Pascal, ik hou echt van Pokémon. Ik vind het echt leuk. Daan Vos vraagt, wat is de leukste video die jullie hebben opgenomen? Daan Vos vraagt, wat is de leukste video die jullie hebben opgenomen met Stuk TV? Nou, ik denk toch wel de videoclip. Want dat was gewoon feest en drank en feest en drank. En lente in een bubbelbad en drank en feest. Drank. Meijer Sophie vraagt, hebben jullie wel eens een koe gemelkt? Dat is niet goed Nederlands. Het is koe gemolken. Anne vraagt, liever een feedaward voor het beste YouTube channel of een gouden playbutton? Nou Anne, ik heb liever een feedaward voor het beste YouTube kanaal, want als je wordt gekozen als beste YouTube kanaal van Nederland, is dat toch wel een hele eer. En die gouden playbutton, die komt vanzelf wel. En anders kopen we gewoon abonnees. Jori1906 vraagt, houden jullie van kaas die gemaakt... Wat is het voor vraag, Jori? Tom053 vraagt, hoe zijn jullie vrienden geworden met Stuk TV? Jullie zijn echt bazen. Dankjewel, we zijn ook echt bazen. En we zijn vrienden geworden met Stuk TV toen Hives nog bestond. Ik stuurde Giel een krabbel en toen stuurde hij mij een glitterplaatje terug. Sindsdien zijn we echt beste vrienden. Carmen Wessels vraagt, Favo Fakililand? Guus vraagt, ga je mee boodschappen doen op zondag? Ja, ik ga wel mee boodschappen doen op zondag. Gezellig, dat gaan we doen. Tomaatfan vraagt, hoe kennen jullie elkaar? Dat is best een leuk verhaal. Er komt een auto aan. Kutzooi. Tomaatfan vraagt, hoe kennen jullie elkaar?
Dat was best een leuk verhaal. Ooit een keer op school zag ik een zielige Indo in zijn eentje in een hoekje zitten. Toen liep ik er naartoe, zei ik hoi, ik ben Nordin. En toen werden we vriendjes en die zielige Indo is Miguel. En via Miguel ken ik Tommy. En zo kennen we elkaar. Kusje, ik Stephanie vraag, wat is nou het gekste wat jullie hebben meegemaakt tijdens opnames? Nou, ik denk toch wel dat een van je presentatoren een kwartier voor de opnames opeens ziek wordt en dan niet meer komt. Gewoon de hele dag niet, niks van zich laat horen. Vind ik best wel gek. En dat een van je andere presentatoren niet weet hoe een OV-kaart werkt, waardoor die ook de hele dag niet komt. Want ja, is moeilijk hè? Best gek eigenlijk. Jay vraagt, wat is je beste Pokémon? PS, ik ben Jay uit D1. Hi Jay uit D1, mijn beste Pokémon is Snorlax. Toby vraagt, is Q van Stuk TV echt zo irritant? Valt wel mee op zich hoor. Floris de Hedde vraagt, hoe zijn jullie als jullie dronken zijn? Nou Floris, ik ben best wel cool als ik dronken ben, maar Miguel is echt een klootzak als hij dronken is. Amber vraagt, hoe vond Tommy het om te filmen op de Puntakschool in Goor? Gaan we hem even vragen. Tommy, hoe vond je het om te filmen op de Puntakschool? Wel leuk op zich. Mensen, dat was dan onze Q&A. Hoop dat jullie vragen zoveel mogelijk beantwoord zijn. Het waren er best wel veel, maar ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk antwoord te geven. Vond je dit een leuke video? Doe dan zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En abonneren kan hier in het midden. Wil je ons volgen op social media? Dat kan. We hebben Snapchat, Facebook, Instagram, MySpace, Hives. Staat allemaal hieronder in de beschrijving. Mocht je nou nog niet uitgekeken zijn, dat kan. Hier staat onze vorige video. Dat was een video met Bas. Hartstikke leuk. En hier staat een random video. En dat was onze vorige Q&A. Trouwens, mocht je nou meer vragen willen stellen, dat kan. Kun je altijd stellen op onze Instagram als wij daar een post voor plaatsen. Maar je kunt ze nu ook al stellen hier onder in de reacties. Ja! Stel je vragen! Snel! Ja, nu. Stel ze dan! Nu! Wij zijn de Terror Squad. Doei! Tot volgende week.